Hoe genees je een paard? De hoeven zijn goed. Geen breukjes of beschadigingen. Zijn hart en longen klinken prima. Wat is het probleem, tante Sophie? Star, waarom kijk je zo sip? Ha, misschien heeft die burgemeester Boutère gezien zonder haarstukje. Mijn hond was daar ook bang voor. Ik denk het niet, hoor. Vertel eens, hoe lang voelt hij zich al zo? De burgemeester? Oh, je bedoelt Star. Niet zo lang. Ja, gisteren ging het nog hartstikke goed met hem. Olivia, Andrea en ik hebben een eerste ritje gemaakt met de nieuwe paarden. Klopt, en Star vond het fantastisch. En vanmorgen vonden we hem zoals hij nu is. Helemaal somber en depressief. Inderdaad, hij zit echt behoorlijk diep in de put. Ik kan helemaal niks raars bij hem ontdekken. Ik zal hem mee moeten nemen naar de kliniek voor een spuitje. Huh? Met wat verdoving, meiden. Zodat we een röntgenfoto kunnen maken en wat bloed kunnen testen. Oh. Ik ga alles even regelen bij de manegebeheerder. Kunnen jullie hem in de trailer laden? Arme Star. Ik hoop niet dat het ernstig is. Maar wat als het dat wel is? Wat als Star heel erg ziek is? Wat als Sophie hem in quarantaine zet? Ver weg van zijn vrienden. Helemaal alleen. Voor altijd. Olivia, we moeten iets doen om hem te helpen. Maar wat kan het zijn? Hij leek zo blij gisteren toen Andrea op zijn rug zat. Dat is het. Misschien mist hij Andrea wel. Dat zoeken we uit. Dit werkt niet. Hij is nog steeds depressief. Hoe kun je nou depressief zijn als ik er ben? Ik ben al een feestje op zich. Wat zou die nog meer kunnen missen? Misschien het dekentje wat hij droeg toen hij hier kwam. Nee, dat kriebelde. Misschien zijn lievelingseten? Kijk, Star. Wat dacht je van een lekkere, sappige appel? Een grote, knapperige wortel? Lekker. Ik had hem moeten wassen. Tjoek, tjoek. Open de tunnel. Hier komt de trein. Andrea, het is een paard en geen baby. Denk even na. Oké, meiden, genoeg getreuzeld. Laten we hem in de trailer laden. Oh. Oké, dan. Klaar om te gaan, Olivia? Beter, schat. Maar snel beter, Star. Oh, arm paardje. Wat? So hold on. Voel je je weer beter? Stop! Dus Star was helemaal niet ziek, tante Sophie. Hij miste gewoon wat muziek. Nu kan hij alle muziek luisteren die hij wil, met de radio van Olivia. En met een beetje hulp van zijn vrienden.